Jawel! Ha! Ik ben op zoek naar de postbus van mijnbouwgigant Newmont, Amerikaans bedrijf. Maar ze zitten in Nederland. Eigenlijk kun je zeggen dat het een soort van klimaatvluchteling is. Ja, want ze zitten in Nederland vanwege een gunstiger belastingklimaat. En niet alleen maar dat, hoor. Het is ook prettiger op die manier gebruik te maken van handelsverdragen die via Nederland lopen. Dan kun je veel makkelijker winst maken over de rug van mensen en milieu. En daarover gesproken, Milieudefensie heeft een fantastische prestigieuze award in het leven geroepen. De Handel Zonder Grenzen Award. En laat Newmont daar nou aanspraak op kunnen maken. Newmont is een van de bedrijven die excelleert in het mensen van hun land verdrijven. We zijn ontzettend benieuwd hoe Newmont dat toch voor elkaar krijgt. Newmont is dus genomineerd en wij gaan de nominatie bevestigen aan hun postbus. Maar waar is hij? Waar is hij? Hier moet het ergens zijn. Dit enorme pand. Newmont! Newmont! Hallo heren, Newmont zit hier binnen. Het zou een postbus moeten zijn. Ah, kijk, hier. Nusa Tenggara, Newmont. Kijk, dit is hem. Oh, kijk. Kom erbij, jongens. Dit is hem. Dit zijn mijn handyman en handywoman. Steven Staal. Oh. Gaat dit lukken? Ja, we zijn er door! Is er iemand van Newmont? Niemand? Newmont, dat is een bedrijf dat zit hier in het pand. Dat kent u niet? Nee? Ik zit hier al 8 jaar. Nooit iemand de hand gegeven van Newmont? Nee! Nooit! Maar, Nee, dat is jammer. Het is toch onbegrijpelijk dat er helemaal niemand is die Newmont überhaupt kent. Maar goed, vind jij dat Newmont de terechte winnaar is van de Handel Zonder Grenzen Award? Laat het dan weten. Ga stemmen. Ga even naar milieudefensie.nl/handelzondergrenzen en stem op Newmont. Kom jongens, we gaan. Muziek.